Het Westland zal weer goed vertegenwoordigd zijn op het WK handbal in december in Duitsland. Speelster Yvette Brog uit Monster zit bij de 14 geselecteerde speelsters. Ook oud-Quintus-speelster Kelly Dulfer is in de selectie opgenomen. Yvette Brog gaf in juli een kliniek voor de jeugd bij Quintus. Toen maakten ze er al geen geheim van om tijdens het WK voor Nederland uit te komen. Met het Nederlands team hebben we dit jaar een WK waar we ons gaan op voorbereiden in Duitsland. Dus het wordt weer een mooi en pittig jaartje. Op de Olympische Spelen in Rio vorig jaar eindigde Nederland op de vierde plek. Het WK handbal begint voor Nederland op zaterdag 2 december aanstaande.